zij zal het bij die student moeten leggen. En niet andersom. Ik heb de tijd nog meegemaakt dat ik Frans kreeg op school. En dan werd ik in de klas gezet en moest ik mijn mond houden. En zo moest ik Frans leren spreken. Is niet gelukt. Maar dat is niet gelukt. Laat ik nou een Franse vrouw tegen zijn gekomen. Ja, en toen lukt het ineens wel, hè? Ja. Docenten als choreografen. Docenten als inspirators. Als innovators. Als resource persons. Als kennismakelaars. Dat is een heel andere functie.